We gaan het hebben over de grootste uitslover op de savanne. En het kan er eigenlijk maar één zijn, namelijk de grootste vogel ter wereld, de struisvogel. En om even goed te laten zien hoe groot deze reusachtige vogels nou precies worden, heb ik een struisvogel meegenomen. Check dit! Zo de knetters, wat een joekel! Volwassen struisvogels torenen zo met gemak nog een halve meter boven mij uit. En ze kunnen bijna 150 kilo wegen. En check die grote gespierde poten. Aan hun tenen zitten ook nog eens vlijmscherpe nagels. En als je pech hebt en je krijgt een ninja kick van een struisvogel, dan lig je helemaal open. Dat zijn serieus net dolken. Kortom, met deze vogels wil je echt geen ruzie maken. En wegrennen van een struisvogel heeft ook niet zoveel zin. Dit zijn namelijk een van de snelste renners van de Afrikaanse savanne. En daar kwamen deze wielrenners ook achter. Wat denk je, Nieke? Had je ze eruit gefietst? Nou, ik vind het al eng als er een hond achter me aankomt. Dan heb ik al een hartslag 180, maar dit echt verschrikkelijk. Het is ook heel lastig om ze bij te houden, want ze halen meer dan 65 km per uur. Nou, dat red ik niet, nee. Dat zou je niet zeggen voor zo'n reus van een vogel.